De regering van de Republiek van Suriname heeft kennis genomen van het vliegtuigongeluk op Cuba, waarbij vele levens te betreuren zijn. Een Boeing 737 met ruim 105 passagiers aan boord is gisteren even buiten de Cubaanse hoofdstad Havana neergestort. Slechts 3 passagiers hebben de vliegramp overleefd. Via diplomatieke kanalen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken namens president Desiree Bouterse en de regering medeleven betuigd aan de Cubaanse regering en het volk met dit tragisch ongeval.